strafste Gentenaar bij ons hier voor 2018, Luc de Bruyker. We gaan van het ene feest naar het ander. Matinee op de canapé. Ja, toen we met de Gentse Sociëteit, die 35 jaar bestaat, zo wat begonnen brainstormen, zeiden Freek en ik, en gezien dat we toch wel heel veel artiesten persoonlijk kenden en ook met veel gewerkt, zo moet toch een keer niet iets doen, maar ja, we artiesten. En zo is het idee gegroeid van Dabe Corrie Veen, en dan hebben we drie die hier in de Minard Schouwburg ooit opgetreden hebben, een aantal gewoon de carrière hier gestart. Hè. En dus zat programma eigenlijk rap in één, was de keuze ook rap gemaakt. Hè. Even voor de mensen ook zelf, wie hebben we hier vandaag op het podium gehad? We hebben hier gehad als ouderdomsdeken eigenlijk Wilferdi, 91 jaar, Yvonne Delcour, Pazen, 84, 86, ik weet niet juist. Ik moet zien dat ik dat maar niet mee is. Nee. En dan Lili Castel, 81. Maar ja, formidabele showbiz. Nee. Als je dat zag, ook aan het publiek, die coëfeeën hier op dat podium, er zit nog, inderdaad nog muziek in die mensen. Ja, 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 dat is duidelijk. En, gevoeld dat iedereen nog een podium kan pakken. En, Lili Castel ja, treedt nog volop op, dus dat verwondert mij niet. Nee, op zoek een groep, appels en siroop, manen stik voor op en manen zoete, zotte, nechte groep. Zo blijft de verma, mijn schoetsenbienen. En Yvonne Delcour gezaat, Luc, niet, kei afscheid genomen. Ja. Maar gezien, gepakt er en geloof daar mee zijn. Santé, 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 geef ons nog een toeneem. Ze maaien om komieren en verkast café. En Yvonne stoort er nog en ze pakt een podium. En dan wil, gezien zijn leeftijd, hij wou toch nog twee nummers playbacken, maar dat ademt zoveel schoonheid uit, zoveel nostalgie. En ja, playbacken is wel een beetje een vies woord in die zin. Uiteraard, hij zingt het niet meer, hij kan het ook technisch niet meer, maar het zijn wel zijn liedjes. Het is zijn tekst, het is zijn muziek. En als je ziet wat parels dat hij geschreven heeft. En Koen Krukke zong voor het eerst en twee liedjes van Wiel. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven. Ik weet je voor je spijt. Ja, dat zijn monumenten. En ik steek dat niet weg. En we hadden hier geen groot orkest. En een goed keyboard. Maar mijn oor kwam recht. En dat is, ja, dat zijn zo schone liederen. Ja, en dat hebben we gewoon niet aan ons aan, maar gewoon aan die mensen te danken. Hè.